Welkom Nout, net na de wedstrijd tegen Kampong. Ja. Helaas niet het resultaat geworden dat we eigenlijk allemaal hadden gehoopt. Nee. Dus vandaag kom je toch in de spotlight. Okay. Wil je wat enkele vragen stellen. Ja. Je speelt nu 2 jaar hier. Je bent van Nijmegen gekomen. Een heel mooi artikel is er geschreven over jou met betrekking tot de gouden kansen. Ja. Had je 2 doelen, in het eerste van Nijmegen te spelen en in Jong Oranje. Ja. En nu 2 jaar bij Den Bosch eigenlijk, je 2e jaar ben je ingegaan. Hè? Je hebt nu 3 doelpunten gescoord. En hoe ervaar je het nu eigenlijk? Ben je ingeburgerd? Ik ervaar het eigenlijk als heel erg leuk. Ik vind mijn teamgenoten heel aardig en het gaat goed. Vorig seizoen het ging goed in het begin. Op een gegeven moment raakte ik geblesseerd, was jammer. Maar na de winterstop in principe prima opgepakt. Alleen niet veel goals gemaakt en nu sta ik na 6 wedstrijden sta ik op 3 goals. Dus dat is wel altijd fijn voor een spits. En merk je ook verschil qua trainingsarbeid met Nijmegen en Ja, wel degelijk. Bij Nijmegen trainen we altijd 3 keer in de week. En dat was het dan wel. En daar lag het ook wel een beetje aan of iedereen zin had om te trainen die dag of niet. Het is toch overgangsklasse. En hier, als je aankomt, is iedereen meteen scherp van... gaan we echt de volle bak voor, want we willen wel zonder vlammen. Dus dat is wel een groot verschil, denk ik, tussen overgangs- en hoofdklasse. Is dit dan ook de meerwaarde die je hebt gekregen met betrekking tot Jong Oranje? Nou, ik denk wel dat ik hier wel veel geleerd heb. Ik denk als ik bij Nijmegen gebleven was, dat ik Jong Oranje niet gehaald had. Een stuk fitter geworden. Een stuk fitter geworden. Ik denk dat er vooral veel scheelt. En het is vooral intern, hè? Dus je gaat naar Papendal toe. Ja. En dan kom je weer terug. Zie je dan ook verschillen, hè? Want is dan de training hetzelfde? Of zie je daar grote verschillen in? Nee, Papendal is het meestal de eerste dag is rustig. Want we hebben natuurlijk allemaal veel minuten in de benen van zondag. Dus dat is eerst een rustige uitlooptraining, uitfietstraining met het krachttraining. S'avonds de rustige hockeytraining, een beetje skills. En de volgende dag is dan wel 2 keer flink trainen. Nou, is dan wel relaxer dat je woensdag vrij hebt. En dan kom je hier donderdag. En dan is het eigenlijk ook gewoon meteen weer erop. En gewoon dan weer leuk om je teamgenoten te zien. Want die heb je dan ook weer 3 dagen niet gezien. Dus, Oké. Okay. En speel je dan dezelfde tactiek? Stiekem eigenlijk wel. Je hanteert wel redelijk dezelfde pressen. Eigenlijk speel je wel redelijk... Er komen wel veel dingen overheen, dus dat is op zich wel fijn. Je hoeft niet dus heel veel aan te passen. Alleen je bent, natuurlijk heb je bij Den Bosch een aantal spelers die een grotere rol innemen. Die je dan niet hebt bij Jong Oranje. Dus er moeten toch wat jongere mensen opstaan die dan de volwassen rol moeten pakken. Of is het ook de know-how van Erik Verboom? Hè, dat hij de kennis heeft met Jong Oranje te trainen en te coachen? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Okay. Hey, en doe je ook nog een studie? Ik heb vorig jaar Johan Cruijff College afgerond in Nijmegen. Dat is MBO niveau 4 opleiding, commerciële economie. En nu doe ik commerciële sporteconomie in Tilburg. Dus ook op Johan Cruijff, maar een Johan Cruijff Academie heet het tegenwoordig. Van Fontys Hogeschool? Ja, ook van Fontys Hogeschool, ja. En hoe ervaar je die combinatie eigenlijk? Ik ervaar het wel als prettig. Alleen, HBO is wel echt een stapje erop. En komt het dan zeg maar niet heel goed uit dat we dan elke maandag en dinsdag op Papendal zitten. Aangezien ons rooster structureel maandag, dinsdag, woensdag is. Dus je kan eigenlijk maar 1 dag in de week echt goed bij mijn klas zitten. Dat is op woensdag. En de rest van de week probeer ik dan bij andere klassen. De normale SPECO-leerlingen noemen ze dat. Gewoon de vakken te volgen die ik gemist heb. Dus het gaat wel, maar het is wel echt een stuk zwaarder dan dat ik het had ervoor. En wat zijn je doelen voor dit komend jaar? Ik hoop gewoon mijn lijn die ik nu vast heb, zeg maar, die vast te houden. Hoe ik nu aan het spelen ben. En we wachten natuurlijk in de WK met Jong Oranje in India in december. En daar zou ik wel graag heen willen. Alleen, dat is aan de coach wat die doet. Maar als ik zo blijf spelen, dan hoop ik dat genoeg is om meer waarde te brengen naar het team en mee te mogen. Oké. Nou... Ja. Hopen we dat we staan hier bij de MOS in ieder geval als doelpunten schoenaker kunnen zetten. Yeah. Of doelpuntenaker. Yeah. In plaats van dat we dan schoenaker moeten zeggen. Yeah. Ik wil je in ieder geval bedanken. Ja, graag gedaan. Voor in de spotlight. Ja.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.